Nou, lekker pils. Het is ook bijna weekend, hè? Vrijdagmiddagborrel. Het is vrijdagmiddagborrel. Hey, maar laten we even eerst voorstellen, want nou ja, Mick Jansen, die heb ik al veel vaker gesproken. En nou ja, jij doet allerlei dingen. En sinds hoe lang ben jij nu matchmaker voor cultuur? En... Nu anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Ja, en bevalt die functie een beetje? Gaat het goed? Ja, heel tof. Ja. Het is heel erg gevarieerd. Ook in deze tijd moet je natuurlijk veel schaken, dus is ook wel interessant. Maar ja, het is echt... Ik vind het een hele toffe functie, omdat er echt een drempel verlaagd wordt. En ik vind het gewoon tof dat ik daaraan kan bijdragen. Dus die opdracht, die ligt me ook heel erg. En kan je heel kort in twee of drie zinnen uitleggen wat de matchmaker nou precies doet en wie jou financiert en dat soort dingen? Ik heb dus een opdracht gekregen vanuit de drie landelijke fondsen. Dat is VSB-fonds, Fonds Podium Kunst en Fonds Cultuurparticipatie. Die zijn samen een initiatief gestart. Ze zijn met z'n drieën dus, zijn ze matchmakers cultuur zijn ze gestart. En met dat project, waarvan ik dan één persoon ben, zijn dus 15 matchmakers geselecteerd in Nederland. Die een gebied of een stad representen. En die mensen, waarvan onder ik dus, zijn dan tussenpersoon om eigenlijk contact te leggen met de fondsen. Ja, precies. Zodat er ook mensen zijn in de stad die dichter bij de stadse subculturen staan. Dus ook met Urban Umbrella natuurlijk, dat staat ook voor... verbinding van stadse subcultuur en oplossingen zoeken daarvan. En voor gewoon ook muziek maken, want je hebt ook nog eens Wij zijn de stad te trekken. Ja, we maken het stuk, wij zijn de stad. Het was ook de bedoeling om dat in beeld te brengen, dat er genoeg beweging is in Middelburg, want nog niet een kwart stond erop, snap je? Ja, precies. Dus ja. Daarmee wilden we gewoon zeggen dat er wel veel, eigenlijk veel meer beweging is dan dat er soms ook gezien wordt. Hey, maar nu ben je ook met een Vlissingse Middelburgse artiest, je woont in Middelburg. Klopt. Jouw artiestennaam is Jong Willem. En wil je ook alleen zo genoemd worden of heb je ook nog een eigen naam die je... Ja, mijn echte naam is Vincent Lawrence, maar mijn artiestennaam is Jong Willem, dus ja. Nou oké, aangenaam. En wat voor muziek maak jij? Ik maak Engelse hip-hop... rap music. Yo, feel like it's all on me. Gotta heal the world. Provide for my two sons and two little girls. Yeah, feel good music. Oké. Okay. Ja. Nou, jij bent manager of hoe moet ik... Ja, ik ben inderdaad manager / administratiemedewerker. Ja. Ik probeer de zaken bij te houden. Ik probeer een stukje zakelijke kant voor hem te regelen. Als er shows zijn, dan probeer ik daar achteraan te gaan. Als contactpersoon probeer ik heel vaak dingen te bemiddelen. En in het creatieve ben ik ook met hem bezig. Het meest creatieve ligt bij hem, het meest zakelijke ligt bij mij. Dus en zo vormen we eigenlijk een tagteam. Want als jij muziek maakt, dan maak je zowel de muziek zelf als de teksten. Ja, ik schrijf het zelf en ik heb een paar producers die ik mee werk. Ja. Zo gaat het erbij. Ja, en ik vind het altijd leuk om in studio's te kijken. Jullie doen dat normaal bij Boer Vos en Ritter, maar dat is bekend studiootje. Zeker, Maar dat ligt nu een beetje stil, geloof ik. Of, coronacrisis, laten we het zo noemen. Helaas. Door de maatregelen zijn wij ook genoodzaakt om daar dus niet meer te komen. Afgelopen twee maanden hebben we dus niet kunnen repeteren. Alleen iedere zondag zijn wij normaal gesproken wel te vinden bij Boer Vos. Van repeteren tot aan nieuwe vibes ontdekken. Ja, want het gaat wel veel om nieuwe vibes ook, hè? Dat zei jij net ook al. Zeker. Ja, maar Mick, vertel jij even, waar zijn jullie nu samen mee bezig? Achter de maker zijn 8 vragen om op een andere manier in kaart te brengen. Wie je maker nou bijvoorbeeld is. Vragen zullen wel verschillen, maar het zijn er wel steeds 8. Maar als ik dan dus, weet je wel, ik Jong Willem net kennen, maar dan ga je ook vertellen van inderdaad, waarom ben jij van Vlissingen naar Middelburg gekomen? Hoe ben jij opgegroeid? Precies, en meer over mijn muziek en waarom... Wat ik die passie heb gevonden, zeg maar. Ja, maar waarom ik bepaalde tracks ook maak. Ja, precies, wat teksten. Ja, je hebt je inspiratie, maar soms is dat dus ook zo. Dat zei jij net ook al. Kan het ook iets zijn wat in je familie gebeurt of zo? Zeker. Zeker. Dat dingen uit je verleden, zeg maar, die bepaalde inspiratie geven om juist tekst te schrijven. Maar hoe oud ben jij? Ja. Ik ben 31 jaar. Ja, nou ja, dan heb je er al het een en ander meegemaakt waarschijnlijk. Ja, zeker. Zeker. Ja. Maar werken jullie ook veel samen met andere Zeeuwse muzikanten? Of is het nee, zeker. Ja, zeker wel. We hebben pas een release uitgebracht met Rosalie. Ja. Oké. Okay. Een Nederlandstalige zangeres. Zeeuwse zangeres van de Zeeuwse bodem. Ja. Een prachtig track, ook te vinden op Spotify. Ja. Het heet Dreams. Ook te horen in Achter de Maker. Oké, heel goed. Ook in de clip van Achter de Maker te horen.
Je kan hem vinden op Spotify, op YouTube. Het heet Dreams, Young Villain featuring Rosalie. Sinds de dag dat het begon. Zoals misschien is het leuk. Ja. Als jullie dan even een track komen doen of een stukje voor in de show. Maar dan, met alle plezier. Ja, daar komen we nog op terug. Is er nog iets wat jullie zelf nog kwijt willen, wat ik niet heb gevraagd? Luther? Ik wil allereerst zeggen dankjewel voor de gelegenheid. Dank jullie wel voor de moeite overal. Dankjewel Mick voor de matchmaking. Ja. Ja. En check ons op Spotify, YouTube, overal te vinden. Elke social media, Jan Willem, BAO. Ook natuurlijk de andere afleveringen van Achter de Maak die er aankomen. Nou, we gaan het gewoon in de gaten houden. Check uw productie juist op YouTube, daar kan je het vinden in ieder geval. Check, dankjewel. Super. Lord, can you help me with this life I live? And it hurts that many dying as I'm writing this. From the hunger, from the pain, and from these viruses.